Als gevolg van een stroomstoring bij het pompstation van de Surinaamse waterleidingmaatschappij de SWM aan de Van Hattemweg waren vele gebieden in Paramaribo en Wanica verstoken van water of er kwam een lage waterdruk uit de kraan. Directeur Marlon Oosterling gaat in op de situatie en geeft aan wat er gedaan wordt om de situatie volledig te verhelpen. Verder geeft de SWM-topman aan met welke projecten de SWM momenteel bezig is. Nou, hoe dat overkomt is gewoon, zij die me kennen, we doen ons werk. En wij proberen ons werk gewoon naar behoren te doen, conform de instructies van de regering. Nou, we zijn in principe landelijk bezig. Ik zeg het al, het is een waslijst die we moeten doen. Het zal me heel ver voeren om in principe alles in details uit te leggen. Ik heb hier een lijst voor me liggen. Ik dacht 28 straten op Saramaka. Die gaan tussen nu en 2 weken gedaan worden. We zijn bezig op Kwamala. We hebben water gevonden daar. Dus we moeten de zuivering bouwen. We zijn bezig op Kamerwijnen. Kamerwijnen zijn we bezig. En we verwachten onze eerste pilotmachine verwachten we. Eerste tweede week juli dat hij hier moet zijn. We hebben inschrijvingen gehouden betreffende Kamerwijnen. We zijn op Burgerponden bezig. We hebben de UV-installatie bezig te installeren. Waarbij we een heel groot deel van Burgerponden gaan ontsluiten. We zijn bezig in de stad, we zijn bezig asbestbuizen te verwijderen. Kortom, heel veel. We hebben nu wel even een kleine setback, dat is gisteren gebeurd. De stroomuitval van de EBS. Dus dat heeft ons, kan je zeggen, zal ons zeker een week à 10 dagen ophouden met ons werk. Kijk, het is een hele ingewikkelde situatie, want de bevolking kon het ook lezen op Facebook. En natuurlijk, je kan de mensen niet verkwalijken, mensen zijn boos. En mensen zeggen van, ja, zo'n groot bedrijf willen we niet eens een backup. We hebben een backup. We hebben een backup. Maar die backup is in principe ook aangepast aan de EBS. En stroomzaken moeten we niet vragen. Ja, maar ik heb vanmorgen nog met meneer Eindhoven, waar ik een hele goede verstandhouding heb, gesproken. En hij heeft me ook uitgelegd hoe dat werkt met zo'n backup, met zo'n installatie. Dat zaken zich voldoen, die backup ook niet gaat inkomen. Ja? Dan moet je gegeven moment met een schakelaar werken. Heerlijke moeilijke situaties. Maar het moet wel opgelost worden. Dan gaan we maar met een schakelaar werken of wat we moeten doen. Maar het gaat het bedrijf natuurlijk heel veel aan diesel kosten. Maar dit moet niet meer gebeuren, man. Het is heel erg moeilijk, omdat je het natuurlijk ook niet verwacht dat je zo'n grote stroomuitval zal krijgen. Het is namelijk zo, het hart van het bedrijf is geraakt. Het Bronneveld op Van Hattemweg is geraakt. Nou, de EBS is bezig om het op te lossen. Maar wat zeg je? In mijn optiek duurt het nog veel te lang, hoor. Ik bedoel, men weet hoe ik werk. Duurt nog veel te lang, maar ja, ze hebben hun eigen tempo. Dus ik moet me gegeven moment ook daaraan schikken. Maar ik heb het ook beloofd, ik heb het ook een ander medium gezegd van, wij gaan toch ook wel kijken dat dit nooit meer voor ons gebeurt, hoor. Omdat, los van het feit dat mensen klagen, terecht klagen, krijg jij als bedrijf toch de volle laag, terwijl wij in principe niets mee te maken hebben. Als op een gegeven moment de stroom uitvalt, heeft ook geen internet, toch? Heeft ook geen telefoon, bij wijze van spreken, toch? Maar ja, we nemen het ook als een les. En we verwijten natuurlijk ook niemand. Maar voor mij moest dat lang worden opgelost. Kijk, het is zo dat 11 bronnen zijn uitgevallen. En ze hebben 8 bronnen hebben ze gisteren weer aan de praat kunnen krijgen, de EBS. Dus ze hebben een rest. Wij verpompen ongeveer 1000 kub per uur. Dus je hebt nog altijd een tekort. Wat je krijgt is dat de kelders moeten gevuld geraken. En u weet hoe het
is dat wanneer een product schaars begint te worden, men gaat hamsteren. Dus men gaat het zeker of het onzeker ook nemen om water te gaan opslaan, bij wijze van spreken. Dus zolang die kelders in principe niet goed gevuld zijn, dan krijg je een situatie dat de netten in principe gevuld zullen geraken. Dan ga je een situatie krijgen dat bepaalde huishoudens dan toch geen water gaan krijgen, of veel water gaan krijgen, of een lage druk gaan hebben, of geen druk gaan krijgen. Dat weten wij ook. Bepaalde delen gaat het net ontlucht moeten worden. Dus je bent dan bezig om de mannen weer uit te sturen, om te gaan kijken van waar de problemen zijn, om de mensen weer te helpen. Ik zeg het bij deze, bepaalde weken gaan ze lage druk hebben, of geen druk hebben. Maar het kan natuurlijk ook wel goed. Het kan ook zo zijn dat je vuil water kan krijgen. Dus met al dit soort problemen en ga je te maken, ga je te doen krijgen. En het kost het bedrijf natuurlijk ook weer geld. Mensen moeten uitrijden, je moet mensen overwerk betalen. Noem maar op, noem maar op. En je hebt het te nemen. Maar nogmaals, waar er gewerkt wordt, er ook fouten gemaakt. We kunnen niet voorzien dat dit zou gebeuren. Ja, dus we gaan het zo snel mogelijk oplossen.